Dames en heren, het is zover. We hebben hem binnen. Ladies and gentlemen, we've got him. Het is zover. We gaan de Razer Phone behandelen op gamersnet.nl. We hadden al allerlei verschillende berichtjes gekregen van mensen die zeiden van alsjeblieft, kunnen jullie dat ding een keer behandelen? Nou, het is zover. Hij is even langs wat andere media gegaan. Er is er waarschijnlijk maar één officieel in Nederland. Anders moet je hem via een of andere Duitse retailer binnen laten halen. Maar goed, dit is hem. Klein doosje. Hij is dus ook al langs geweest. Dus ik dacht, als we hem unboxen, kan het zijn dat er wat dingen niet helemaal netjes terug ingestopt zijn. Maakt niet uit. We gaan gewoon kijken hoe hij eruit ziet. Ik moet al wel zeggen, het is een lekker slik doosje. Je zou ook niet weten wat het is als je het zo ziet. Maar goed, jij hebt het zien staan in de titel. Dus here we go. We klappen dit ding open en dan voilà. Haalde hem zo open. Dan staat hier ook zo mooi. Watch, listen, play. Want jawel mensen, Razer Phone is dus daadwerkelijk de eerste smartphone van Razer zelf. En dat zou dan ook een telefoon voor de gamer moeten zijn. Dus als in, hij doet schijnbaar HDR en Dolby Digital met Netflix dingen. Maar hij heeft ook een 120 Hz scherm en kan bepaalde games dus ook veel beter draaien. Hoe dat allemaal is, dat gaan we straks allemaal behandelen in een uiteindelijke review van het ding. Nu is het tijd voor de unboxing. En hij komt er heel moeilijk uit. En daar heb je hem dan. Veel lichter dan je zou denken, terwijl het wel een aardig grote unit is. Tenminste, dit is mijn Lenovo Moto, die je hier zo ziet. En hier krijg je een iPhone 6 erbij. Mooi stapeltje zo. we hadden ook een banaan voor skill er langs kunnen leggen. Maar dit is hem dan zo in zijn ultieme wording. Ik moet wel zeggen, ik vind hem heel slick, juist omdat hij zo mooi recht is. Het is natuurlijk ook gemaakt door Nextbit. Razer kocht Nextbit op een tijdje terug. En dit is ook ongeveer hetzelfde design, maar dan met veel meer power erin, zodat je daadwerkelijk je games ermee kan poweren. Ik ga even kijken of ik hem ook aan kan zetten en of hij nog juice heeft van de vorige partij die hem behandeld heeft. Nou ben ik ook op zoek naar een hold-knop en die zit er dus niet op. Dus, volgens mij heb ik hem gevonden. Zou dit hem zijn? Jazeker, we zijn er. Powered by Android natuurlijk. Sowieso, het is ook echt het is een best wel groot scherm. Ik vind veel schermruimte ook fijn. Best wel edgelets aan deze kanten, maar dan heb je hier dus wel twee stereo speakers die schijnbaar Dolby Digital en THX licensed zijn. Is niet zo heel gek, want THX is tegenwoordig van Razer zelf. Hij start rustig op. Mooie splashscreen krijgen we erbij. Nou ja, goed, we gaan zo kijken wat er straks allemaal op heeft gestaan van de vorige partij die hem heeft gehad. Oh, die hebben hem schijnbaar helemaal gefactory reset. Ik dank jullie telecom reviewers. Bij deze, we zijn nu concurrentie geworden. Hoe dan ook, deze is lekker even nou zijn boot-up aan het doen. Gaan we even kijken wat er nog meer allemaal hierin zit. Want het is natuurlijk nogal een dingetje. Het zijn allerlei kleine compartimentjes. Ik geloof dat dit nou gewoon, dit is klaar. Hier zat het mobiel zelf in. Dus gaan we even kijken wat we dan hier allemaal uit kunnen halen. Dit is sowieso de simkaart zou hierin moeten zitten als je er daarmee eentje koopt. Die zit er ook een in schijnbaar. Ook handig. En natuurlijk wat booklets om te vertellen van wat je nou allemaal precies in huis hebt gehaald. Ook zo'n mooi Razer pinnetje om de SD-kaart eruit te kunnen poppen aan de rechterkant. Is goed om te weten met ook wat handleidingen. Natuurlijk wel zo handig. Maar goed, we gaan door moeten kijken wat hier nog meer allemaal in zit. Mooie compartimentjes allemaal. Ik vind het wel leuk. Ja, praktisch ingepakt. Weet je, wij unboxen nooit mobieltjes. Dus dat maakt het voor ons ook wel weer een soort van hele andere wereld. Je merkt ook dat we er niet zo heel goed in zijn. Hoe dan ook. We krijgen een mooi USB-C kabeltje erbij. Het is ook echt een USB-C naar USB-C. Ongekend, mensen. Maar het is natuurlijk een USB-C mobiel die ook geen jack heeft. Dus er zit geen mogelijkheid in om gewoon je headset, notabene van Razer zelf, zomaar erin te prikken. Daar hebben we zo'n oplossing voor. Maar het is in ieder geval mooi om te zien dat er ook echt een gewoven USB-C kabel in zit. Het is wel typisch iets van Razer natuurlijk dat ze niet zomaar een plastic kabeltje meegeven of iets van rubber. Maar dat ze dan ook echt zeggen van, joh, we weven die shit in met een mooie gevlochten kabel, want dat is hoe wij te werk gaan. Ben ik wel benieuwd wat hierin zit. Oh, natuurlijk, omdat ik het net al had over de adapter, of in ieder geval de mogelijkheid om niet zomaar je microfoon of je headset erin te prikken, kan dus nu wel met een USB-C na gewoon een 3,5 mm audio jack. Het is wel fijn dat ze gewoon eigenlijk een mini DAC zou je kunnen zeggen. Het is wel fijn dat je dit meteen bij krijgt, ook met een gewoven kabeltje en mooi het Razer logo erop. Ik moet wel zeggen, het is een aardig lomp ding. Ik heb er zelf dus ook een bij mijn motomobiel zitten, maar die is dan weer net iets kleiner. Dat is wel een aardig blok, maar goed, heb je wel weer Razer erop staan. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je de Razer phone koopt, omdat je waarschijnlijk ook wel een beetje een Razer fan bent. Ik zal het ook niet ontkennen, ik vind Razer ook wel een tof merk qua hoe ze dingen aanpakken in de marketing en dergelijke, sommige producten. En goed, dan krijgen we als last but not least een enorm blok voor natuurlijk de stroom met dus ook een USB-C. Dit is wel, ik vind het wel apart, want meestal krijg je toch wel USB-A en nu is het toch wel, we gaan steeds meer richting die C-kant. Ik vind dat relevant, vooral ook omdat dus ook de Razer Hammerhead USB-C hebben gekregen. Dus dit is zeg maar de officiële mobiele headset die je kan gebruiken, dus ook op de Razer phone. Je krijgt hem er niet bij, maar deze is dus los met ons meegekomen, omdat ze zeiden van, hey, kun je tenminste ook even luisteren hoe het is als je gewoon je muziek meteen over een USB-C je oren in wil trommelen. Verder zullen we niet unboxen, maar het is in ieder geval wel mooi dat ze dit zo erbij geven. Netjes ingepakt en dergelijke. Ik vind het wel sexy uitzien. Subtiel groen.
Het is niet echt subtiel, maar het is wel een soort van... Razer is wel afgestapt van alles moet helemaal groen, dus het is nu alleen maar het kabeltje. Ja, ik kan er wel mee leven. Ik bedoel, ik heb nu ook iets wits aan, dus het schijnt te matchen. Het mag waarschijnlijk van mijn vriendin. Hoe dan ook, dit is hem, de Razer Phone. De allereerste telefoon voor de gamers, zoals ze zeggen. Na de N-Gage dan. We gaan hem binnenkort behandelen in Gamers Net Gear en natuurlijk met een geschreven review. Dan kun je weten of dit ding daadwerkelijk echt je 6, 7, 800 euro waard is om te importeren. En of dit echt de telefoon voor de gamer is. Heb je er vragen over, laat het weten hieronder in de comments. En natuurlijk, dan komen we erop terug. Gewoon door lekker mee te praten op Gamersnet.nl, op YouTube, wherever, stuur ons een tweet, maakt niet uit. Hou in ieder geval de website in de gaten als je meer wilt weten over of dit ding ons een beetje bevalt.